Welkom. Hey, vandaag gaan we, vorige week hebben we elektrostatica gedaan. Vandaag gaan we naar magnetisme en geluid. En dan zijn we eigenlijk ook wel door de stof heen. Dus volgende week wil ik eigenlijk alleen nog maar even een korte samenvatting geven. Het zal ook een wat korte college zijn. En vooral vragen van jullie beantwoorden. Dus als je iets hebt, als je nu al zoiets hebt van, kun je volgende week dat stukje nog eens keer doen? Stuur me gewoon een mailtje, want dan kan ik dat een beetje voorbereiden. Magnetisme en geluid. Nou, voor deze keer. Hup, snel. Met die mazzel. Hey, vorige week hebben we elektrostatica gedaan, hè? Het is het hele... snappen hoe bijvoorbeeld een transistor werkt, hoe een diode werkt, hoe een condensator werkt, hoe een laag- en hoogdoorlaatfilter werkt. Zo'n condensator, wat biedt dat gelijkspanning door of niet? Weet je dat nog? Dat is wisselspanning en gelijkspanning. Gelijkspanning, dat biedt niet door. Het is een soort accu, hè? Dus als ik hem zo in een lijn zet, ik heb hier 0 volt en ik heb hier bijvoorbeeld een spanning en ik zet hem zo, ja, dan laadt hij op. Dus dan vult hij zich en dan, ja, dan zit hij hier. En als ik hier dan een weerstand heb, ja, dan blijft hij daar gewoon 0. Volgens mij zit je, maar kom erbij, joh. Nee, zeker niet. Ik had wel zo'n reactie verwacht. Wisselspanning liet hij door, hè? Maar wisselspanning liet hij door, want als je dan de hele tijd, zeg maar, aan de ene kant, als je hier snel plusjes zet, dan weer minnetjes, dan weer plusjes, dan weer minnetjes, dan trok je hier ook plusjes en minnetjes aan de hele tijd. En dat is eigenlijk net alsof het gewoon... Weet je, van buitenaf zie je niet dat er dan eigenlijk een gap tussen zit. Hoe heet dit in het Nederlands? Een gat. Ja. Maar dat was allemaal elektrostatica. Vandaag gaan we kijken naar elektromagnetisme. De formules zijn een stuk ingewikkelder. Maar we gaan eigenlijk maar met één type formule echt zonder doen. We hebben het daar... In les 2 ook al een beetje over gehad, hè? Als je een elektrisch veld, een bewegend elektrisch veld, kan een magnetisch veld, en een bewegend magnetisch veld, kan een elektrisch veld. Nou, als je een stroom hebt, elektrische stroom, de havels hebben dit denk ik allemaal wel gehad, hè? Dan krijg je een magnetisch veld van mij. Ja, iets met de rechterhand, weet je wel zo, met de. Richting, die richting en zo, dat interesseert me allemaal nooit zoveel. Hier ga ik ook niet geen vragen over stellen op de taal. Maar dit is een soort elektromagnetisme verhaal. Hè. En andersom is het ook, hè, als je, tenminste niet andersom, maar stel dat je een magneetveld hebt en je hebt er een staaf erheen. En dan loopt de stroom erheen. Als er een stroom door die staaf heen loopt, wat gebeurt er dan met die staaf? Wat zit daar omheen dan? Magnetisch veld. En als ik die dan plaats in een ander magnetisch veld, wat gebeurt er dan? Nee, dan krijg je eigenlijk gewoon een kracht, hè? Dus als ik een draad heb en ik doe er een stroom erheen, en ik zet die in een magnetisch veld, dan krijg je een kracht. En noem eens een voorbeeld wat jullie allemaal kennen waar je dit heel vaak tegenkomt. En? Nee, dat is nog andersom. Speaker? Nee, ook nog niet. Die bedoel ik ook nog niet. Die naam zit er heel dichtbij, maar dan net anders. Elektromotor. Gewoon een elektromotor. Het is het idee van een elektromotor. Dus je hebt een magneetveld. En je gaat er, je legt er wikkelingen in dat magneetveld. En je stuurt stroom door die wikkelingen. Door die stroom worden die wikkelingen ook weer een magneetveld. En ja, dat wil zich uitlijnen. Hè? De twee magneten die je zo bij elkaar houdt, die verschuiven zo ten opzichte van elkaar, toch? Als je hem niet goed houdt. Dat is alles. Dat is het idee van een elektromotor.
En dat kun je allemaal met kun je verschillende manieren bekijken. En Lorenz is ook een Nederlander. Er zijn behoorlijk veel Nederlanders in de natuurkunde geweest. Die heeft er ook allemaal dingen over opgeschreven. En die zei van, nou, deze kracht noemen we dan de Lorenzkracht. Nou, prima. Maar het is eigenlijk gewoon het gevolg van dat als je een lopende lader hebt, krijg je een magneetveld. Ja, twee magneetvelden geven kracht op elkaar. Nou, hier zie je dat ook weer, hè. Dus ik heb een draad. Hier loopt een termen mee, krijg een magneetveld. Als ik die draden zo leg, dan tel ik eigenlijk al die lijnen bij elkaar op. Dus dan wordt mijn magneetveld sterker. En dat is het idee waarom je een spoel maakt in plaats van een enkele draad. En ook in je luidspreker en zo. En in een elektromotor zitten eigenlijk altijd spoelen. Er zit er nooit één draad. Maar dat is gewoon zodat je een sterker magneetveld krijgt. Oké. Okay. Prima. Maar heeft al iemand een idee wat een magneet dan eigenlijk is? Een gewone magneet, zo'n magneet die je vast kan houden. Hoe komt dat? Is dat zijn eigen magnetisch veld kan creëren? Ja, hij heeft een magnetisch veld, hè? Dat ben je eens. Maar waar komt dat vandaan? Wie heeft een idee? Elektronen. Ja, en waarom? En wat moeten die elektronen dan als je dit plaatje bekijkt? Die moeten bewegen, ja. Ja, precies. Want in principe bij magneten loopt er geen stroom, hè? Dat loopt dus een magneetveld. Wat beweegt er dan in hemelsnaam? Deze. Als je een atoom pakt, hè, dit is even weer een stom plaatje van een atoom. Dan heb je hier zo'n kern en een elektron die beweegt er in zo'n soort baan omheen, zou je kunnen zeggen. Sorry? Ja, je krijgt soms alle plaatjes te zien waardoor je zo ziet dat het niet helemaal zo'n mooie baan is, maar je kan je wel voorstellen dat ding beweegt. Dat geeft gewoon ook weer een magneetveld. De echte banen zijn iets gecompliceerder dan dat het gewoon zo'n mooi rechtbaantje is. Dit zijn de verschillende, niet de banen echt, maar de kans dat de elektron op bepaalde plekken om het atoom heen zit. Weet je nog die schillen die je bij scheikunde hebt geleerd? Die mooie schillen? Wie heeft dat bij scheikunde gehad? Een aantal wel, hè? Dit is de echte vorm van die schillen. Dus het zijn niet zo mooie cirkeltjes. Het ziet er iets gecompliceerder uit. Maar je kan net doen alsof het schillen zijn en dan kun je er heel mooi mee rekenen. En dan klopt het resultaat ook nog steeds heel aardig. Maar de echte vorm is wel anders. Maar los daarvan, ze bewegen wel. Nou dan, ze bewegen op twee manieren eigenlijk, hè? Oh, sorry. Op twee manieren. Je hebt deze. Ik weet niet wat je. Zien jullie wat ik hier getekend heb? Het lijkt erop, dat is dit plaatje, het lijkt erop dat zo'n elektron ook om zijn as kan draaien. En dit is een heel raar iets eigenlijk. Dit is echt pure kwantummechanica. Want het is niet echt draaien, want het elektron is eigenlijk een soort golf. Dus wat er dan precies draait is onduidelijk. Maar je kan dat wel gewoon meten en dat noemen ze spin. En dat heeft, ja, de normale benadering zou zijn het draaien van het deeltje. Het zit iets ingewikkelder, maar Allah. Maar als je draait, krijg je ook weer een magneetveld. Dus dit kan draaien en dit kan draaien. Nou, dat zijn twee manieren hoe een atoom een magneetveld kan maken. En mijn vraag aan jullie is, hebben jullie een idee waarom zijn sommige spullen dan magnetisch en andere spullen dan niet magnetisch? Er zitten meerdere redenen. Zeg nog, zodat ik het begin miste. Als je heel veel elektronen hebt met dezelfde spin, dan heb je dus heel veel opstapeling van dezelfde beweging. Dan krijg je net als dat je een spoor krijgt van magnetisch. Ja, en waarom hebben dan sommigen het niet? Ik denk dat dat voornamelijk met de elektronenbaan te maken heeft. Als een bepaalde baan zit, dat ze een bepaalde spin hebben. Ja, dat heeft er wel mee te maken. Ja. Als ik weer even net doe alsof het zo'n stomme baan is, hè. Je kan je voorstellen, het zit zo in elkaar dat als het ene deeltje die kant op draait,
dat het andere deeltje dan de andere kant op moet draaien. Ik denk zo, hè? Ja. Waarom dit is? Dit is gewoon weer puur kwantummechanica. Zo gedraagt de natuur zich blijkbaar. Maar het is zo, als je een atoom pakt bijvoorbeeld en je hebt een schil en die buitenschil zitten twee elektronen, dan draaien ze altijd de andere kant op. Heeft dit een net magnetisch veld? Vragen jullie. Kijk ook naar het bord. Ja, want de krachten, als die er zijn, dan is de ene plus de andere min, dus totaal nul. Ja, dus dan is de antwoord nee, toch? Iets in de richting. Ja, dus de twee magneetvelden heffen elkaar precies op. Maar je hebt natuurlijk ook met spullen die maar één atoom of één elektron hebben in die buitenschil. Dat kan. Hè? Dat is gewoon afhankelijk van hoeveel protonen in die kern zitten. Nou, je zal zien dat de spullen die magnetisch zijn, die hebben bijvoorbeeld dit soort eigenschappen. Maar er zit nog een probleem. Waarom heeft... IJzer kan magnetisch zijn en niet magnetisch, toch? Hoe komt dat dan? In de ene staat is die geladen, in de andere niet. Ja, maar wat is geladen? Elektronen. Nee, ze hebben allebei Nee, want hoe maak je van ijzer een magneet? Dat klopt, een elektromagneet, maar je kan het ook een permanente magneet maken. Heeft dat iemand wel eens gedaan? Ja, als je een naald pakt en je gaat de hele tijd met de magneet zo eroverheen krijgen, dan wordt die op een gegeven moment ook magnetisch. Laat je het dan niet draaien of zo? Hè? Hij moet een hand doen. Wat? Een hand doen. Daar kun je dat ook mee doen, dus iets niet meer. Dan, wat ik dan zou doen is hem iets warm maken en dan een groot magneetveld eroverheen zitten en dan laten afkoelen als je ook geweest. Wat gebeurt daar nou in hemelsnaam? Bijvoorbeeld ijzer is zo'n stof die uit zichzelf eigenlijk magnetisch is. Alleen zoals het normaal zit bij ijzer, zitten al die verschillende... dit zijn stukjes materiaal. En bijvoorbeeld, het spul heeft wel... Het kan dat je zo een paar atomen naast elkaar hebt en dat al die elektronen toevallig dezelfde kant op draaien. Dat kan, hè? Dan zul je zien dat dit stukje is netto een magneet, toch? Maar hoe het in ijzer zit, is dat de normale toestand waar je tegenkomt, heb je stukjes die toevallig netto noord zijn, worden afgewisseld die toevallig netto zuid zijn en dan weer noord en zuid. En het is een kriskras binnen door elkaar heen. En dat zie je hier. Maar wat je kan doen, en dat doe je onder andere bijvoorbeeld met het glijden, maar wat je ook kan doen, wat ik net vertelde, hè, je zet een buiten een magneetveld op en je maakt het ijzer een beetje warm, kun je ervoor zorgen dat je al die gebiedjes opleidt. Dat al die dingen op dezelfde manier dezelfde kant op gaan wijzen. Als je dat doet, dan maak je van gewoon ijzer een stuk magneet. Hebben jullie nog wie heeft hier wel eens een MRI gelegen? Niemand? Ja, jullie zijn allemaal jong. Mijn vrouw heeft redelijk recent in een MRI gelegen met haar hoofd. Dat is gelukkig allemaal weer goed. Maar wat gebeurt er dan in de hemelsnaam? Want eigenlijk doe je daar precies hetzelfde. In jouw hoofd zitten ook spullen die magnetisch gemaakt kunnen worden. Alleen dat zijn stoffen, er zit geen ijzer in. Of ja, er zit ook wel ijzer in je hoofd. Maar, er zitten ook allemaal stoffen die dit wel doen, maar een stuk slechter. Want als je dit doet, dan je hebt ook stoffen die heel makkelijk weer terug kunnen plannen. Die weer terug gaan naar een normale plannenwoordelijke staat. Want dit is op zich een lagere energietoestand dan dit. Nou, wat er met MRI gebeurt, daar wordt om je heen een enorm magneetveld aangebracht. En al jouw, al jouw magnetische gebiedjes in je hoofd, dus al die elektronen, al die spinnetallen, die gaan allemaal goed staan. En vervolgens haal je het magneetveld af en dan ziet ze weer terug. En dat terugzieten kun je meten. En dat, de ene stof zal dat sneller doen als de andere stof. Nou, als je dat kan meten en de ene stof doet het anders dan de andere, dan kun je dus precies zien welke stof waar. Niet precies welke stof, maar je kan daar wel een mooi praktisch mee gaan. Dat is hoe in principe een MRI werkt. Het zit in werkelijkheid iets ingewikkelder, want dat meten is ook nog iets met frequenties en noem maar op. Maar dat is wel de trucs. Dan ook, als je een stof
deze staat, maar dit vriet een beetje. Je wil er eigenlijk gewoon allemaal weer een beetje kriskras er ook heen zitten. En die klap die doet dus energie erin stoppen, waardoor die hier weer terug. Je kan hem ook wegkijken door hem te vormen. Had je er ook mee. Ja, ja, maar dat is precies dit. Ja, klopt. Vragen zover? Oké. Okay. Hey, dit soort dingen gebruik je ook bijvoorbeeld gewoon bij een luidspreker. We hadden het net al voor een motor. Nou, bij een luidspreker kun je precies hetzelfde doen. Hè? Je hebt hier een magneet. En je hebt hier, dat is een soort stof hè, wat er op je luidspreker zit. En om dat stof hebben ze gewoon een draadje gewikkeld. Nou, als je een stroom door die draad heen laat gaan, dan wordt dit dus een magneet. En wordt die door die magneet aangetrokken of afgesloten. Dat mag ook van de richting van die stroom. Nou, als je daar een audiosignaal, dat gewoon een soort wisselspanning voor zet, dan wordt het dus afhankelijk van de richting van die stroom, wordt het noord of zuid magneetje. Dan krijg je dus van links naar rechts. Krijg je die luid. Duidelijk? Oké. Dus even samenvatting: die elektrostatica waren de krachten tussen stilstaande ladingen. En dat elektrisch veld. Dat hebben we voor een keer gedaan, dat was een handige manier om ermee te rekenen. Hè? Elektromagnetisme, is als je dingen bewegen, dus krachten of velden die komen als een lading bewegen. Als er een stroom loopt, lopen er ladingen. En dit hebben we ook al gehad, verandering elektrisch veld is een magnetisch veld, verandering magnetisch veld is een elektrisch veld. En hoe krijg je nou een permanente magneet? Omdat die elektronen om een as spinnen, dus die draaien. En we gaan gewoon eens. Zo. Ik heb een beetje moeite met mijn clipje vandaag. We gaan gewoon eens kijken hoe zit het dan in. Waar kom je dat dan tegen in het echte veld? Waar je het heel veel gaat tegenkomen is nog bij motoren. Daar ga je nog in het derde jaar nog een vak over krijgen, aandrijftechniek. Maar waar je het ook van tevoren al tegen kan komen is bijvoorbeeld bij het meten van een magneetveld. En dat doe je bijvoorbeeld met een Hall effect sensor. Weet iemand de toepassing van waar zo'n Hall effect sensor bijvoorbeeld bij jullie allemaal er waarschijnlijk in zit? Niet bij jullie specifiek, maar... Je hebt bestuurstechniek. Nee, veel simpeler. Telefoon. Sommige, denk ik. Hall effect. Misschien wel, ja, voor je kompas misschien. Dat zou kunnen. Maar nog een andere. GPS? Nee. GPS is met dat is eigenlijk gewoon een radioontvanger. En die kijkt. Die GPS-satelliet die stuurt signalen uit. En je hebt er dan 3 of 4. En dat chipje kijkt. Sorry? Als ze dan samenkomen, is signalen waar jij bent. Nou, ze komen overal samen. Als in de zin van. Jij zult zelf van oké, ik ben hier. En dan stuurt hij van oké, ik ben hier. Dan waar die twee samenkomen. Nee. Wat ze doen is, die GPS-satellieten die versturen een signaal, alleen die versturen meteen de tijd mee. En waar jij die signalen binnenkrijgt, kun je zien dat die ene zeg maar, zegt van ja, het is nu 3 uur, en die andere zegt het is 2 uur. Oh, dan zit ik dichter bij die van 3 uur. Maar zo extreem is het natuurlijk niet, want dit gaat over nanoseconden. Maar dus hij meet gewoon van welke fout zit er in die tijd, en dan weet hij hoe ver die van elke af is, en dan weet je waar je bent. Nee, jullie zijn. Wie is er met de fiets gekomen? En wie heeft daar een snelheidsmeter op zitten? Niemand? Ook. Jullie hebben zo'n vlakke oude fiets. De toerenteller van je fiets, dus je snelheidsmeter van je fiets, dat is gewoon zo'n dingetje. En dat werkt met zo'n magneetje op je spaken. Nou, daar zit een halssensor in. In de oude varianten zat er een soort rietreletje. Dat is gewoon een reletje met een magneetje op de dichtklik. Maar tegenwoordig zit er eigenlijk altijd een halssensor in. Waar die ook in zit, is bijvoorbeeld deze fiets. En in mijn fiets zit er ook eentje. En dan zit die hier. Er zit ook een halssensor in. En wat die doet, is de doorbuiging meten van mijn trappers. En dan weet hij hoe hard ik trap. En dan weet hij hoe hard hij bij moet sturen met de motor. Dus dat is gewoon een halssensor. Ja. Ik ga een uur en een kwartier fietsen elke ochtend. En dan is een elektrische fiets wel weg. Hè?
Hey, maar hoe heet dat? Hoe werkt dat ding dan eigenlijk? Als je dat open gaat maken, dan ziet het er ontzettend simpel uit. Het is een beetje een cryptisch plaatje, maar uiteindelijk als je er dichterop gaat kijken, dan is het een plat vlak waar drie aansluitingen op zitten. Oké. Okay. Het is eigenlijk zo'n ding. Ja, het zijn vier aansluitingen, sorry. Het zijn drie, maar vier. Het is zo'n dingetje. Het is een plat vlak. Er zitten hier aansluitingen en er zitten hier aansluitingen. Heeft iemand het idee wat dat stukje is? Voor materiaal? Dat kun je niet echt weten hoor, maar we hebben wel het, nee, maar het stuk materiaal hebben we al wel langs gehad. We hebben isolatoren, metalen en halfgeleiders. Doet iemand dat ook? Ja, het is inderdaad een stukje halfgeleider. En wat ze hier eigenlijk op doen, dat is bijvoorbeeld gewoon N-type hè, of P-type. En wat ze doen is gewoon een spanningbron. Ja, het is gewoon een spanningbron, dus ze zetten hier gewoon een elektronenpomp op en die, ik denk, die current gaat die kant op. Dus, elektronen maar zo. Dus de elektronen gaan de hele tijd van hier naar hier. Zo, dan pompt die rond. Wat is een bewegend elektron? Dat is gewoon een stroom, hè? En wat zorgt, als je een stroom hebt, wat is, gebeurt er dan op meteen? Magnetisch veld. Ja, je krijgt meteen een magnetisch veld. Wat gebeurt er nu als ik aan de buitenkant van die sensor een magneet hou? Dat magnetisch veld. Ja, die twee magneetvelden, daar komt weer een kracht, hè? Er komt eigenlijk kun je dit gewoon zien als een soort stroomdraad, die elektronen. Maar op elke individuele elektron komt weer een stukje kracht. Want die is eigenlijk allemaal zelf, omdat die beweegt, is het een magneet, je krijgt weer een stukje kracht. Dus wat gebeurt er met dat spul? Afhankelijk van hoe je je magneet precies houdt. Ja, die gaan gewoon, die maken een bochtje. Afhankelijk van hoe het magneet is. Als ik de magneet zou omdraaien? Ja, ik denk het wel. Denk ik wel. En dus ik heb dat plaatje. En al die elektronen die hier zo aankomen, die gaan zo, eigenlijk een beetje zo. Al die vrije elektronen. Aan welke kant van deze en deze kant? Waar zitten de meeste elektronen? Aan de linkerkant, hè, dan. Als je ergens meer elektronen hebt en aan de andere kant heb je minder elektronen, wat krijg je dan? Spanningsverschil. Spanningsverschil, precies. Ja. Dus hier, dus zo loopt de stroom, hè. Even, nou, af, laten we zo zeggen. Hier kun je gewoon een spanning meten. En wat zegt die spanning? Ja, hoe ver die. En dus, je hebt helemaal gelijk, maar. Ja, hoe erg het verbogen is en hoe komt het? Dat verbogen, hoe komt dat? Verbuigen? Ja, dus dat zegt. Dat spanningsverschil zegt rechtstreeks iets over hoe groot is dat magneetveld wat er wordt aangebracht. En zo werkt zo'n halssensor. Even denken, deze hebben we gehad, hè? Maakt het uit hoe de magneet staat? Dat hebben we eigenlijk ook al gehad, hè? Dat hebben jullie al verklapt. Dat hebben we ook al gehad. Nog één ding en dan gaan we ermee rekenen. En daarna gaan we even een code doen. Dat is nog vroeg, hè? Jij bent er lang op. Het was 6 uur denk ik, ja? Dat was 6 uur. Ja, liever fietsen dan openbaar voer. Hey, als je. Ik ben deze keer, vanochtend heb ik gespijt, want ben ik met de auto gekomen, precies vanwege dat weer. Hey, als de. Hoe zat het ook alweer? De elektrostatische kracht, hè? Als ik een elektrontje heb en ik wil hier weten. Wat de invloed is, of eigenlijk het elektrisch veld, hoe hing dat ook weer af van de afstand? Als ik twee keer zwaar weg was, wat was het elektrisch veld dan? Vier keer zo zwak. Vier keer zo zwak, hè, bij zo'n puntlading. Dus dat was één gedeeld door R kwadraat, hè? Toch? En we hebben er ook al eerder over gehad, van ja, wat gebeurt er nu als ik dit doe? Een plusje en een minnetje. En ik zet hier iets heel dichtbij, dan ziet hij heel goed die min en heel slecht die plus, hè?
Als ik iets heel ver weg afzet, wat zie ik dan? Dan ziet hij eigenlijk niks meer, hè? Dus dan gaat het sneller naar beneden als die R-kwadraat. Nou, bij een magnetisch veld, kijk, bij een elektrisch veld kun je het hebben over een plus- en een minlading. Dat zou je, zeg maar, bij magneten ook kunnen zeggen, een noordpool en een zuidpool. Alleen bij magneten komt een noordpool of zuidpool nooit alleen voor. Het zijn altijd koppeltjes. Daar zit ook een reden voor, maar dat gaat nu even te ver, zeg maar. Maar een magneet is dus altijd een dipool. Dus een magnetisch veld zal nooit op afstand, zal nooit zo afvallen. Want dat zal veel sneller afvallen. Nou, hoe gaat die dan afvallen? Met deze formule. En dit is weer zo'n fijne formule met een rechte evenredig wat je hier ziet staan. B is het magneetveld. En wat zit er allemaal in? Er zit echt tot de derde. Nou, dat is hetzelfde bij een elektrische dipool. En er zit ook een sinus alpha in. Oké. Okay. En waar heeft dat mee te maken? Als je het plaatje ziet, dan zie je het al een beetje. Zeg maar, de verdeling hier van de veldlijnen is heel anders dan de verdeling hier. Zullen we eens een som meemaken? Ik laat hem staan hoor. Maar we gaan eens een som meemaken. Ik heb hele vieze handen. Jezus. Doe eens een poging. Ik denk dat je een rekenmachientje nodig hebt, toch? Thank you.
Oh, sorry. Nou ja. Code. Hij is pittig deze keer. Tenminste, ik denk dat hij pittig is voor jullie. Ja, uitdagendje. Hij geeft zelfs een Zit ook dumpertreten in of dumpertrends in de zaal? Je kan het hebben nog, of niet? Ja. Hey, is iedereen ingelogd? Ja, volgens mij moet ik er nog één of twee. Wie moet nog inloggen? Ja, volgens mij waren we 26. Succes! Hey, wat is de truc? Weet iemand wat de truc is van deze vraag? Zeg maar waarom je het zo snel kon breken. Als je op 30 meter afstand staat, hè, de voorwerp afstand, en je brandt op 3 meter, wat weet je dan eigenlijk? Wat ben je? Heel klein. Dat ben je ook 3 mm. Omdat dat 30 meter ten opzichte van die 3 mm zo ver, dan is het net alsof het in oneindig is staan. En dan wordt B gelijk aan F. En dan is er eigenlijk gewoon B delen door B. Dat is een vrij simpel trucje. Ik zei dat hij pittig was, toch? Hey, Perry. In die formule zat een wortel. Voor de doordringdiepte zat een wortel.
Dus als de tijd vier keer zo lang is, dan is de diepte is twee keer zo lang. Nee, het is van het formuleblad, dat klopt. Ja. Ik zei dat hij wel moeilijk was. Wie had deze goed en niet gegokt? Wat is de truc? Waarom? Formulebad dat je ook leert. Oh, ja. Het lekt. Ja. Ik heb daarna zo'n pauze houden en dan ga ik het wel even melden. Hey, wat de truc is bij deze vraag, is beseffen dat dit Celsius is. En wat moet er in die formule ingevoerd worden? Kelvin. En wat is dan, hoeveel is 27 graden ongeveer in Kelvin? 300. En wat is 327 in Kelvin? 600. Dus dat de temperatuur verdubbelt. En dan moet je tot de vierde doen. En dan kom je op die 16 uit. Ja, 2 tot de vierde is 16. Ja, ze zijn pittig. Gegokt, dan vind ik het prettig. En wie is Mike? En had jij alles gegokt? Of, wat bij deze de grap is, wat het elektrisch veld, als je 20 volt op een halve meter hebt, 40 volt per meter dan, hè? En als je 40 keer 2 millicoulomb doet, dan komt het op een halve meter.
Dikke Bok. Wie is Dikke Bok? Gefeliciteerd. Was het heb je veel gegokt of? Niet alles. Niet alles. Oké. Okay. We gaan even pauze houden. Pieter heeft er zin in. We gaan naar geluid. Relatief klein gedeelte van het tentamen. Daar krijg je niet zo heel veel stoffen, sommen van. Maar er kan zomaar 1,5 som in zitten. Nou, we gaan kijken naar zo'n ding. Ja, daar hebben jullie nu al mee zitten spelen, hè, dit blok. Dit weten jullie ook wel, hè? Het zendt een dingetje uit en klopt het terug. We gaan kijken wat is ultrasoon geluid, hoe maken en meet je het, welke afstand werkt het nog, welke objecten kun je hiermee detecteren. Dit is geluid, in principe. Dus dat is wat anders dan die golfjes die we bij licht zo tekenen. En je ziet, het is gewoon een variatie eigenlijk in luchtdruk. Dus dit is geluid. Het is gewoon een drukgolf die van links naar rechts gaat of van mij naar jullie. En bij een zee heb je het eigenlijk over dit soort golven. Maar geluid is er dus eigenlijk niet. Geluid is veel meer zo'n golf. Snap je deze twee plaatjes? Ja, dus zo'n slinky en dan. Kun je dat wel voorstellen? Geluid. Transversaal zijn dus de deeltjes die van ver naar dichtbij bewegen, zeg maar. En dan mocht je maar gewoon even kort de andere aanduwen. Nee? Bij transversaal staan ze loodrecht op de voorplantingsrichting. Dus als ik naar jou een golf laat gaan, dan gaat het deeltje zo omhoog, net zoals bij een zeegolf. En bij longitudinaal gaan ze zo. Nou, ultrasoongeluid, dat wist je al wel, hè? Is gewoon geluid met een veel hogere frequentie. Wie heeft er allemaal Frank van de Bent als begeleider nu? Frank zijn oren zijn al wat minder. Mijn oren zijn ook al wat minder, maar Frank is zelfs heeft nog slechtere oren dan ik. Dus ik kan niet meer boven 12 kHz horen. Ik kan nu een toon laten horen en dan heb ik geen idee dat ik hier hoor. En jullie zitten allemaal zo van houden op en je stond op die toon. Ja, dat kun je bij Frank. Nou, daar heb je zelf last van, Frank, want die hoort het niet. Ja. Dus dit komt er nu naar beneden, maar een normaal geluid zit tussen de 20 hertz en de 20 kHz. En ik kan nog maar tot 11, 12 kHz op luisteren. Weet jullie welke frequenties ongeveer in je stem zitten? Waar zou dat ongeveer zitten, denk je? Dat zou je zeggen. Je stem zit tot 100, 400, 500 hertz. Dus dat is vrij laag. Die kunnen, als ze een beetje met een hoge stem praten, kunnen ze zeg maar boven de 1000 hertz zitten. Dat soort. Waarvoor ben je het? Ik heb het op de grond. Ik was wel bal verloren. Dat vind je heel erg. Terwijl je nu allemaal filmpjes zit te kijken, de mensen zitten zelf in de trein geworden. Hier en daar, zullen we weer een beetje terug gaan naar het stopvleugel? Wat je hier bijvoorbeeld ook ziet, dit soort geluid kun je nierstenen mee opmaken. Dan leg je in zo'n grote bad met water en dan schiet ze daarmee je nierstenen kapot. Wat je bijvoorbeeld
Vleermuizen zitten bijvoorbeeld ook hier. Hè? Die zitten ook een stuk hoger geluid om echolocatie te doen. Die hebben eigenlijk gewoon een radar in de kop om te gebruiken. Om te luisteren in plaats van het licht. Ja, denk ik ook. Hey, wat is de golflengte van een toon met 34 kHz? Ja, kun je uitrekenen. En hoe zit het ook weer met die formule, hè? Met je... Lambda is wat? In welke eenheid? Dat is meters, hè? En wat is... De snelheid van iets is in meters per seconde. Dus als je die deelstreep hebt, dan wat moet er dan... Moet, de snelheid dan boven of onder de deelstreep? Als je hier meters uit moet komen. Als ik snelheid beneden zou zetten, dus hier V, meter per seconde, dan zou ik hier niet op meter min 1 uitkomen. Hè? Dus dat is rot. Dus als ik hier dit zet, en ik heb ook nog een frequentie is hertz, maar hertz is ook gewoon gelijk aan per seconde, hè? Moet ik dat nou boven of onder de streep zetten? Die frequentie. Onder. Waarom? Als je het doet met dimensieanalyse, hè? Het is per seconde, dus het staat al min 1. Maar je wilt secondes hebben, dus moet zo kwijt. Nee, je wilt deze kwijt hebben, hè? Want hier staat iets met meters. Dus die per seconde moet je eruit kunnen delen. Dus het moet zoiets zijn. Nou, kom op. Wat is de... Lengte dan? Die geluidssnelheid die varieert nog wel, hè? Als je kijkt bij gassen, valt het allemaal nog wel mee. Dit is bijvoorbeeld ook... kennen jullie dat helium bedoel? Met dat je dat inhaalt, dat je dan zo'n hoog stem hebt? Ja. Dat heeft hiermee te maken. Ja, helium staat er niet tussen, maar helium zit in de buurt van waterstof. Ook een klein molecuul. En dan zie je, die geluidssnelheid is veel hoger. Kijken wat voor golven je dan qua trillingen krijgt, dan zul je veel hoger trillingen krijgen. Dus je kunt gas doen, is een heel laag. Ja, maar het is een heel zwaar gas, dus luisteraarheid is ook heel laag. En dit is ook, als je dus je oren op de rails houdt, dan kun je ook iedere trein horen aankomen. Maar ja. Heren en dames, welke is de sensor, welke is de actuator? 1 2 Boeit het? Even voor, stel dat ik ze verkeerd soldeer. Boeit het? Nee, het is precies zo'n ding. Het is een soort luidsprekertje, maar hoe werkt die nou eigenlijk? Wat voor type luidspreker is het? Ja, nog een andere naam? Ja. Piezo, waar kennen we piezo nog meer van? Wat is van piezo aangetekend woord? Nee. Zoiets?
ook dat je zo'n aansteken waar je zo op drukt, dan hoor je zo, en dan komt zo'n vonkje. Wat is het zien, zo'n aansteken waar je op drukt en dan komt een vonk? Dus dat is ook een piezo aansteken. Hoe werkt dat ding nou? Dit is zo'n piezo. Luidsprekers zitten hier, zitten piezo-electric spul. Zitten tussen piezo-electric ceramiek. Oké, hoe werkt dat nou? Je ziet ook weer, hè? En je ziet dat aan twee kanten wordt er een spanning aangebracht. Er loopt blijkbaar een stroom of zo. Hier zie je dat, hè? Ook een stroom. En dat keramiek, dat beweegt blijkbaar afhankelijk van de stroom die erop zit. Iemand idee hoe dat kan? Het is een kristal met een bepaalde structuur. En die structuur verandert als je er een spanning overheen zet. Ja, weet je ook waarom die kristal dat structuur verandert? Dat heeft met de verzadiging van de elektronenbanen te maken. En je hebt dus zeg maar in de structuur heb je een paar vrije elektronenparen. Yeah. En die vormen een dubbele binding. Maar op het moment dat ze voldoende elektronen erin krijgen, kan die dubbele binding openklappen. En dat ze een losse elektroon pakken. En dat verandert de structuur omdat van de hoek van de atomen staan dat ik iets verander. Bedoel je dan dit ook of niet? Want ik vraag me af. Nee, niet helemaal. Nee, want volgens mij is meer dit. Volgens mij is wat jij zegt niet dit. Dat openbreken en verbinden met nieuwe elektronen is volgens mij schijker. Bijna alles is schijker. Zoals ik het gelezen en begrepen heb, maar ik kan het verkeerd hebben. Maar het bestaat weer uit dipoltjes. Weet je nog, waar kwam die stof met die pijl tegen? Bij een, ja, ook. En ook bij een elektrolytische condensator. Weet je nog? En die dipoltjes konden dan veranderen en dan veranderen het elektrisch veld. Nou, bij een piezo-kristal, daar zitten ook kristalletjes in. En als je die vervormt, dan vervorm je ook een beetje die dipoltjes. Zo begreep ik het hoor, maar ik wil graag nog een keer googlen met jou. En afhankelijk dus van als je de druk opgooit, komt er een spanning of niet. En andersom, als je een spanning opzet, dan vervormt die of niet. En dus door er een spanning op te zetten kun je al die kristalletjes alignen en daardoor gaat die bijvoorbeeld uitrekken of naar net in. Dan gaan we nog kijken naar geluids als functie van afstand. Daar is geregeld dat daar wel een vraag op de dame over zit. Ik weet niet meer of dat dit keer ook is. Dat zou ik kunnen doen nu. Lekker op de bier. Hey, wat zou je verwachten dat de geluid afneemt als functie van de afstand? Wat zou je verwachten? Ik heb hier een bron, een puntbron, en het geluid gaat alle kanten op. Wat verwacht je dan hoe de energie naar beneden gaat? Gradaties. En waarom meer? Dat klopt, maar waarom zou je ook kwadraatjes verwachten? Is het simpel? Nee, het moet weer over zo'n bol uitgespreiden eigenlijk, hè? En het oppervlakte van een bol was? Een pi r kwadraat of zo, hè? Dus dat die r kwadraat erin. Dus dat al die energie die hier nu zit, op het moment dat die bij Jan Pieter aangekomen is, dan zit die energie ook daar en ook daar. Zeg maar een hele bol om mij heen. Dus hij gaat met kwadratisch, neemt hij af. Met de afstand. Maar! Met geluid rekenen we eigenlijk altijd met een decibelschaal. Hier zie je die geluidsintensiteit in een watt per vierkante meter. Maar wij meten eigenlijk altijd dingen in een decibelschaal. Ja, dat kunnen we zo meteen aan gaan rekenen. Hij is inderdaad logaritmisch, hè? Dus dit soort getallen zijn 120 decibel, dan zit hij allemaal zo, hè? Behalve 140. En bij 160 ben je dood of zo. Dus als je in de praktijk gaat rekenen met geluid, dan wil je eigenlijk weten wat is dan de impact op die decibel. Nou, wat is die decibel? Dat is deze, hè? Dat is inderdaad wat Emer al zei. Het is een logaritmische schaal en het is 10 keer de log
En de log is de log 10 van het geluidsintensiteit, die I, die watt per vierkante meter, gedeeld door een bepaalde referentiewaarde. Dat is een dB. 10 log 10. 10 keer log 10. Nou, wat is die referentiewaarde dan? Dat is 10 tot de min 12. Maar de sommen die je ermee gaat krijgen, zullen altijd een kleinere waarde zijn. Dus ik zal zeggen van nou, op 2 keer op 1 meter afstand is die zo groot. Wat is de waarde dan op 10 meter afstand? In de grafiek staat dat wij onder de 0 decibel kunnen horen. Ja, volgens mij zit nou hier, hè, threshold of hearing. Volgens mij zit die hier. Ja, blijkbaar. Ja, volgens mij kan ik dat niet in ieder geval. Ik kan dat niet. Het is een versterkingsfactor. Nou, volgens mij kan ik al onder de 15 decibel of zo, hoor ik het in ieder geval al niet meer. Maar hoe kan je überhaupt een negatieve decibel? Dat kan, het is gewoon een verhouding, hè? Als je 10 tot en min 1 is, gewoon 0,1. Zullen we eens gaan rekenen? dit is waar, hè? Dit is ook allemaal nog logisch. Hier hebben we die 0,1. Jullie hebben nu ook logaritme of is dat vogelblok? Nu. Oké, dus dit is allemaal gesneden koek, hè? Dus als het tussen de haakjes keer staat, dan is het er buiten optellen. Hey, doe eens een gok. Als de afstand verdubbelt, probeer eens uit te rekenen. Als de afstand verdubbelt, hoeveel in decibel zal het dan afnemen? En die formule voor de decibel, hè? Dus we hebben situatie A en we hebben situatie B. En ik wil nu weten, zeg maar in situatie B had ik 100 decibel op 1 meter. Wat is nu de decibel op 2 meter? Probeer eens. Ja, even een zijsprong, wat weet je, hoe erg is de I afgenomen? Als je van 1 meter naar 2 meter gaat, is de I, dus de geluidsintensiteit, die was niet die was een watt per vierkante meter. Wie durft? Hoeveel? 20 kwadraat, ja. Dat was dit, hè? Dus I is 2 kwadraat. Als ik op 1 meter 100 decibel heb, 1 meter afstand van de bron, wat is mijn decibel op 2 meter afstand van de bron? Reken eens uit. En je weet dat de formule is 10 log 10. Iets met de intensiteit. Nou, die ga je even uitleggen. Is het standaard? Dan ga je het niet uitleggen. Bewijzen dat het standaard is. Dat is een heel veel goede weten. Oh ja, waarom? Wie durft iets te zeggen die ook echt iets heeft uitgegeven? Wie heeft al een waarde? Hoeveel kom je uit?
6,2? Moet ik hier 6,2 zetten? Of moet ik 100 min 6,02 laten? 100 min 6,02? Hey, waarom gaat het 6 dB naar beneden? Wie kan dat uitleggen? Want het gaat ongeveer 6 dB naar beneden, hè? Iets meer. Waar komt die 6 dB vandaan? Hoeveel keer werd die kleiner? 4 keer, hè? Wat is... als je... tien log 4 doet, wat komt eruit? 10 keer, dus 4, en daar de log van nemen. Hoeveel is dat? Dat is 0,602. En doe ik maal 10, hoeveel is dat? 6,02. Hoi. Wat zei je? Nee. En ik kan het ook anders doen, hè? Ik kan het ook zo doen. Reken dat eens uit. 1 gedeeld door 2 kwadraat. Dus 10 log 10. 1 gedeeld door 2 kwadraat. Hoeveel? Ja. Dat is logisch. Stiekem. Je kan het op twee manieren doen, maar het goede antwoord is dat hij van 100 dB gaat hij naar 94 dB. En je kan het doen door dit erbij op te tellen of bij dit of dit ervan af te trekken. Dat kan allebei. En dat zie je hier ook, hè. Dit is de afstand tot de bron. En dit is de de afname van de... Ik denk dat ik ook nog een vraag over die waar komt naar die 2 kwadraat. Kan iemand uitleggen? Waar komt die 2 kwadraat? Nee, maar aan die kwadraat, hè? Ja, maar waar die stond met de ja. Volgens mij vertelde Eumer dat net. Je gaat 2 keer zover. Maar je wist dat als je 2 keer zover ging, de intensiteit was echt kwadraat keer zo klein, hè? Dus dan is het 2 in het kwadraat. Ja. Nou, dus grafiek, je ziet ook, en je ziet ook dat het bij hoge frequenties meer afneemt. Het is omdat het licht, de lucht dan meer energie afneemt. Die verzwakt het nog eens een keer extra. Nou, wat zou dit dan zijn? Wat is op die plek de hoeveelheid dB? Hoeveel afstand is deze plek? 16. Hoeveel keer is hij dan verdubbeld? Ik denk het ook, hè? Op dit van die 2. Ja, daar is dat niet verdubbeld, hè? 2 tot de 8. 2 tot de derde is 8. Wie snapt dit wel? Je kijkt heel moeilijk. Bij elke keer verdubbelen gaat er 6 vanaf. Dus als ik van 2 naar 4 ga, gaat er 6 vanaf. Als ik van 4 naar 8 ga, gaat er 6 vanaf. Als ik van 8 naar 16 ga, gaat er 6 vanaf. Waar komt die 6 vanaf? Dat heb ik net uitgerekend. Dat heb je net ook uitgerekend. Ja, dat is die. Dat is die. Dat heb je net uitgerekend. Dat is 10 log 10. 2 keer. Wie snapt het wel? Wie snapt het niet? Ik zal er wel naar dit familie komen. Je kan het hier ook gewoon mee doen. Ja,
Je kan elke totale vraag ook gewoon hier meten. Ja. Dus als het verdubbelt, gaat de zesde beter af. Op de taal moet je daar ook van uitrekenen waar je zes vandaan komt. Ja, dat is één. Je mag hier gewoon gebruiken. Dus dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee, kom je wel overheen. Kijk, welke fouten jullie maken is in feite die Eumer ook net zei, hè? Van 2 naar 16 is 8 keer verdubbelen. Nee, is 3 keer verdubbelen. Dat is de fout die jullie maken. Dat gebeurt gewoon heel veel. Hey, hier gaan jullie ook mee werken. Dat is eigenlijk weer zo'nzelfde grafieken als jullie ook gezien hebben bij de letjes. Nou, dat trucje kennen jullie ondertussen wel, hè? Je ziet dat het hier nu in decibel is uitgegeven. Uit, staat het uit. Maar ja, het is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Maar hop, het is een stomme vinger. Ja. Hey, waar je ook mee te maken hebt, is dit stuk. En dat is ook een van de redenen waarom je een ultrasoon zet. Behalve dat als het een haalbare geluid is, iedereen te gek zou worden. Maar wat je gaat kijken, als die golflengte van het geluid veel groter is als je object, dan gaat het er gewoon omheen. Dan golft het er gewoon omheen. En dan zie je hem dus eigenlijk niet goed. Ook als er een opening... Kom maar eens even. Heb je hem maar binnen? Ja. 8,7? Ja. Wow. Applaus. Ja, helemaal. Oh jee, ja. Ja. Ik ga even door. Ik snap dat je niet. Ja, je wilt even checken, hè? Dat snap ik ook wel. Je mag ook weer even uit hoor. En? Oh, mijn proces. Gefeliciteerd. Ik ga niet van school af naar beneden. Hey, hier zie je ook weer wat we eerder al hebben gezien, hè? Je kan dus een differentie hebben met golven, geluid is ook weer golven. Dus als ze elkaar versterken, dan krijg je een toename van 6 dB. Als ze elkaar precies een tegenfase zijn, dat je tegenluid, hè? Dan, als dat perfect is, dan is het helemaal weg. En als je gewoon de golven bij elkaar optelt, dan krijg je deze toename. Hier gaan we niet zoveel mee. Dit is wat geluid doet, hè? Dus hij geeft van die verdichtingen stuurt hij naar buiten. En als je dat met 2 bronnen hebben uitgehaald, heb ik, zie je precies hetzelfde verschijnsel. Dus als ik hier 2 geluidsbronnen heb en ze zouden perfect zeg maar dezelfde toon uitsturen en ik zou er langs lopen, dan zou ik een verzwakking en een versterking horen. Nou, dat soort vragen kun je wel verwachten op de tentamen. Dan moet je dan kunnen uitleggen aan de hand eigenlijk van de weglengte van die golven. Hè? Want als ik 2 punten pak, ik heb 2 punten. En ik pak hier een willige curve punt en ik pak even 2, dit noem ik even L1 en dit L2. En ik heb de golflengte van mijn geluid is lambda. Waar ga ik dan versterking krijgen? En ik wil een antwoord in termen als het verschil tussen L1 en L2. Waar kan ik versterking krijgen? Ja, als er bijvoorbeeld geen verschil is, als deze lengte precies even lang is, dan krijg ik versterking. Maar ik krijg ook versterking als er precies 1 lambda tussen zit. Toch? Want dan kijk hier dat er een golf aankomt en de ene moet er precies 1 golf langer over doen. Ja, die komt dan weer tegelijkertijd aan. Zie je dat? Stel dat ik hier 3 golfjes teken en hier 2, ja, dan komen ze wel weer tegelijkertijd aan. De toppen komen bij de toppen aan, de dalen bij de dalen. Dus dit, voor n, krijg ik allemaal versterking. Wanneer krijg ik verzwakking? Wanneer krijg ik uitdoving?
Oh, wanneer? Ja, en een half. Of anderhalf. Of 2,5. Of min een half. Zoiets moet je wel kunnen reproduceren op het tentamen, zeg maar. Van, hé, hoe zit dat nou eigenlijk? Als ik naar die weglengtes voor die twee dingen kijk. Wanneer heb ik nou frequentie en wanneer niet? Dit hebben we eigenlijk ook al gezien, hè? Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar als je deze twee plaatjes kijkt, eigenlijk kun je dit zien als een soort luidspreker. En je ziet dat het hier eigenlijk alle kanten op gaat. En als je meer bronnen hier naast elkaar gaat zetten, dan zul je zien dat het geluid meer de neiging heeft om rechtdoor te gaan. Minder naar de zijkant. Dus hoe groter je luidspreker wordt, hoe meer geluid je echt kan richten. Dat zie je hier. Hier heb je zeg maar een bredere luidspreker. Dan zie je dat er hier behoorlijk veel uitdoving is. Maar hier dat het geluid echt één kant op kan gaan. Dus heb je minder, ja, dan krijg je niet meer over echt een punt op. Nou, tentamenstof, afstand delay, dat is dat sommetje wat jullie hebben genoemd, dat was niet moeilijk, hè. 0,01 meter kwam eruit. Dit sommetje hebben jullie ook mee zitten oefenen. Dat is die decibel, hè. Per verdubbeling 6 decibel naar beneden, maar je mag ook die 10 nog 10 formule gebruiken, mag dan bij. Interferentie, bij twee bronnen, hoe werkt dat nou eigenlijk? Maakt eigenlijk versterking, maar niet. Zo'n plaatje met dat stralingsprofiel, hoe kun je dat nou lezen? Het lijkt heel erg op bij de lichtopgave. Wanneer buigt geluid om een object heen? Dat was als die band daar veel groter was dan de afmeting van het object. En that's it. Dus dat is wat te doen. Het zit niet zo vet, het zit niet zo groot in het metaal. Hebben jullie nog vragen? Dan hebben we pauze en dan zie ik over 20 minuten deel bij het werk. Succes!